sportbegeleiders, welke onder auspiciën van de Ilonka Elmond Foundation zijn verzorgd, afgesloten met een sportdag voor kinderen met een beperking. Voorafgaand aan de uitreiking van de certificaten toonde Ilonka Elmond zich ingenomen met wat ze een succes noemde. Reports legden de volgende indruk voor u vast. Ik moet eerlijk zeggen, de trainingen zijn zeer succesvol afgelopen. De trainers hebben het heel erg goed gedaan. Ze hebben hun vrije zaterdag en zondag eigenlijk opgeofferd om zich bij te scholen. En we hebben zondag een hele lange en intensieve pittige dag gehad. Zaterdag was dat ook zeker, want we hebben daar tot in de avond gezeten. Dus ik moet zeggen dat we hier in Ikeri zeer gedreven trainers hebben. Vandaag hebben ze zich gecertificeerd. Ze hebben het heel erg goed gedaan in het veld. En we hebben ze beoordeeld op de kwaliteiten wat we eigenlijk van hun hebben verwacht. Dus ik moet zeggen, 100% top. En hoe vonden de kinderen met een beperking het om mee te doen? Nou, ik denk dat u, als u erbij was, de gezichten had kunnen aflezen, want het was all smiles. Ze vonden het hartstikke leuk. Je hebt sommige kindertjes gehad die niet wilden stoppen met een bepaald spel, omdat ze het zo leuk vonden. En, of eentje die ging van spel naar spel, terwijl die nog even moest wachten. Maar we hebben dat ook een beetje laten gaan, maar wel natuurlijk weer onder begeleiding. Al met al denk ik dat, dat iedereen, alle kindertjes, optimaal hebben genoten. Ze hebben van de verschillende spelletjes en nieuwe spelletjes geleerd. En het mooie ervan is, als je ziet dat die kinderen genieten, dat betekent dat van de trainers het speluitleg goed was. En ook de aanpassing van het niveau, het aanpassingsniveau, is daar ook weer, hebben ze daarop erg goed ingespeeld. Waren er problemen die er misschien tijdens de trainingen zijn ontstaan of zo? Nee, we hebben helemaal geen problemen gehad met de cursisten. Ik moet eerlijk zeggen, in het begin moesten ze ons nog natuurlijk leren kennen. En de ijsbrekers die we erin hebben gegooid, zoals die Ramsamsam en die Guli Guli Guli, dat was gewoon natuurlijk fantastisch van Zabdai. Maar we hadden natuurlijk ook de ijsbrekers dat ze elkaar leren kennen. Van wat is je favoriete gerecht, wat is je favoriete jeugdherinnering. Dus de ijsbrekers hebben ontzettend veel goed gemaakt. En dat is eigenlijk het moment dat je dan ziet dat het team eigenlijk zich met elkaar gaat vereenzelvigen. En we hebben ook met het team afgesproken dat ze bijvoorbeeld nummers aan elkaar gaan uitwisselen. Dat er ook een netwerkje onderling bestaat. Dat als er bijvoorbeeld op een ene school of bij een ene centrum iets georganiseerd wordt, dat ze elkaar kunnen bellen van, hey, kan je me even komen helpen? Dus dat is leuk, want er is dus verschrikkelijk veel kennis hier in Ikeri. Maar als niemand het van elkaar weet, is het jammer. Na Elmond spraken ook twee van de participanten waarbij ze hun ervaringen deelden. Leerrijk. Het was echt leerrijk, interessant. Omdat je er niet echt bij stilstaat van hoe belangrijk het is om touw te springen. Dat was een van de trainingen. Ja, wat je allemaal kan doen op een heel klein ruimte. Je hoeft niet echt naar een sportveld te gaan. Dat je mag thuis zijn in je garage voor je huis. Samen met vrouwen en kinderen, de familie. Dus het is echt intensief werk. En je verbrandt enorm veel stoffen die niet nodig zijn in je lichaam. Welke zijn de trainingen die je hebt gevonden? Eén is jump rope. Touw te springen. Ja, ik zie het hier. En het heeft ook bewust gemaakt, want mijn touw zat een poosje in mijn kast. En ik uiteindelijk gebruik hem nu wel. En ready and able, dat is om in staat te zijn om met mensen te werken met een beperking. Zodat zij ook mee kunnen doen met sportactiviteiten, want sport is ook voor hun belangrijk. Prachtig, leerrijk, succesvol. En ik heb ervan genoten om vandaag met de kinderen zo bezig te zijn. Kinderen met beperking. Het is een heel groot verschil om mee om te gaan met normale kinderen die geen beperking hebben natuurlijk. En vandaag wat je in de theorie hebt gedaan en vandaag in de praktijk de kinderen toe te passen. Het was heel, heel leuk. Ik heb heel veel eruit kunnen halen. En ik zeg van, ik sta ready ervoor. Ik sta gereed ervoor om mijn bijdrage samen met de andere groepsleiders mee te doen als ze ons nodig hebben. Of althans mee. En de groep van MOALO. We zijn ready ervoor om altijd hun bij te staan. Bij als ze een wedstrijd hebben voor de kinderen met beperking. Dus ik zeg van, voor mij, ik heb zo'n gevoel, prettig gevoel van binnen, dat ik vandaag gestoomd ben geworden om voor de kinderen met beperking te werken. U zag de afsluiting van de training van de Ilonka Elmond Foundation.